Goedemorgen in Hardenberg op bezoek. Hoe is het om in Hardenberg te zijn? Nou, ik, het is al lang geleden dat ik er geweest ben. Oh ja? En ik zie ook, wij komen uit Ommen. Het is wat mooier qua winkelstand dan in Ommen, maar ik zie toch helaas ook hier ook heel leegstand. Ja, 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 een landelijk plaatje. Maar wat ik u specifiek wilde vragen vandaag, per 1 juli wordt een wet van kracht waar al 20 jaar over gediscussieerd is. En dat is van dat er extra statiegeld betaald moet worden op kleine plastic flesjes. Wat vindt u dat van? Want ze hebben dat gedaan om het zwerfvuil tegen te gaan, want dat is een gigantisch probleem. Wat u waarschijnlijk zelf ook weet. Uiteraard vind ik dat een goede zaak. Ja? Alleen ik vind dat statiegeld, dat zal hoogstens 15 cent zijn of 20 cent, dat vind ik veel te weinig. Dat mag voor mij wel 2-3 euro worden. Oké, want u denkt dat mensen er toch twee weg gaan? Dat denk ik, ja. Daar ben ik bang voor, want ik kom veel in de natuur. En dan erger ik me toch ook wel een beetje aan alle flesjes. Ja, 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 ja. Plastic flesjes. Hè? Er gaan miljoenen van die flesjes over de toonbank. Ja. Hè? Dus, en er komen ook miljoenen flesjes in de natuur terecht. En in het water en in de plassen en noem maar op. Dus u zegt, goede zaak, maar te weinig, 15 cent. Het moet duurder zijn. Ja, het moet duurder. Ja. Oké, ik dank u wel voor uw reactie en ik wens u nog een fijn verblijf. Ja, dank u wel. In goede zaak. Ja, dank u. Dag. Het is een mooie zonnige maandagochtend hier op de markt in Hardenberg. Wil ik even vragen, de nieuwe regeling per 1 juli, statiegeld op kleine plastic flesjes om het zwerfvuil tegen te gaan. Bent u daarmee bekend? Ik ben zeker daarmee bekend. Ja. Ik heb er heel veel over gelezen. Het lijkt een hartstikke goede zaak. Hartstikke goede zaak, want u ergerde zich ook wel aan het vele zwerfvuil links en rechts, met name de flesjes. Ik maak me er meer zorgen over de natuur. Ja. Over wat er allemaal mee kan gebeuren. Dieren die er per ongeluk in verstrikt raken en al dat soort dingen. Ja, precies. Dat is ook een belangrijk punt. Een tijdje geleden stond in Weekblad de Toren, geloof ik, een artikel van runderen die dat hadden ingeslikt of opgegeten met alle nare gevolgen van dien. Oké, maar u zegt, we gaan het gewoon doen. Ja? Ja, per 1 juli. Wat mij betreft. U brengt de flesjes ook terug. Maar ja, dat deed u al, denk ik. Ja. Oké, ik dank u wel voor uw reactie en wens u een fijne dag uiteraard. Heer, u bent bekend met de regeling per 1 juli, extra statiegeld of statiegeld op kleine flesjes, plastic flesjes. Inderdaad, wat vindt u daarvan? Dat hadden ze veel eerder moeten doen. Ja, er is 20 jaar over gediscussieerd en gepraat. Ja. Dus ja, al goede dingen hebben soms tijd nodig, alhoewel het wel erg lang is, 20 jaar vind ik. Ja. Maar ik vind... Ze zouden dat eigenlijk met alles, zouden ze dat moeten doen. Wat zei u? Ik hoorde u niet. Ze zouden dat met alles moeten doen. Met alles? Alles apart. Ik heb zelf in de bij een werkgever gewerkt die van die containers hadden. Ja. Er werd ook alles gescheiden. Ja, precies. Als ik een tas nodig heb, die kopen we niet. Die denken van plastic niet. Als je nou een hemd hebt, een gewoon hemd, zo'n hemd. Dan haal je de onderkant die zigzagje af met de naaimachine. Ja. En dan heb je een tas met hengsels. Dus u heeft onze kijkers ook al een tip. Maar terug naar het punt. U vindt het een goede zaak. 15 cent extra voor statiegeld. En dan krijgt u het geld uiteraard terug als u het terugbrengt. Ze zouden eigenlijk veel hoger moeten. Oh ja? Want er zijn zat mensen die even zeggen. Ja, ik ga voor die 15 cent. Ga ik niet dat helemaal mee naar huis nemen. Ja, precies. Wat ik vreemd vind, dat is. Je kan wel een vol flesje meenemen. Als je ergens heen gaat. Maar een lege mee terugnemen, dat schijnt niet te kunnen. Dan is het flesje te zwaar. Terwijl alles er dan uit is. Dat is voor waanzin, vind ik. Gemakzucht misschien. Ja. Samenvattend, u zegt gewoon doen. Ik sta er helemaal achter. Ze hadden het al veel eerder moeten doen. Ik dank u wel voor uw reactie, meneer. Graag gedaan. Mensen die enthousiast zijn. Hi, ben je op de hoogte van de nieuwe regeling? Per 1 juli wordt 15 cent gevraagd, extra gevraagd voor... flesjes in verband met vervuiling, hè? Want het blijkt dat toch een heleboel sommige mensen het in de natuur gooien. Wat vind je van die regeling? Ja, ik vind een goede regeling. Ik vind ook zeker dat het nodig is. Ja, want er gaan miljoenen flesjes jaarlijks over de toonbank en er komen ook miljoenen flesjes in de natuur terecht. En daar maken mensen zich wel zorgen om. Ja, dat snap ik. Ja, dus je bent er wel voor. Je vindt het een goede regeling. En jullie jongens, wat vinden jullie ervan? Even jullie handen in de lucht. Hey. Oké. Dankjewel voor jullie reactie. Fijne dag.